even een update over onze container. Hij mag blijven staan. Er moet alleen even een cel overheen. Maar dat doen wij natuurlijk graag. Aido. Ook weer gelukt. Welkom bij Vlogmas dag 10. Anders was ik helemaal niet meer over die container begonnen. Maar ja, ik heb zitten janken in die weekvlog over die container. En jullie leeft allemaal best wel mee, dus ik dacht, nou, geef even een update. En wat ik ook wel even wilde zeggen, is dat diegene wat hier aan de deur is geweest, zijn excuses aan heeft geboden. En dat vind ik op zich wel heel netjes. Kan ik wel waarderen, toch? Ja, zeker. Dat is heel fijn dat het wel begrepen wordt. Het geeft ook wel een stukje erkenning dat je niet helemaal gek bent en dat je wel gewoon in je weg stond. Dus dat is op zich heel fijn. Oh my god, oh my god, oh my god. Ah, Taylor Swift komt vanavond met een nieuwe album uit. Vannacht. Oh, dat wordt volgens mij het derde album in een jaar. Het is niet lekker. Sorry voor deze hysterie. Maar ja, mocht je mijn vlogs al wat langer kijken, dan weet je vast wel dat ik een best wel groot Taylor Swift fan ben. En het is toch fucking vet dat zij met een album uitkomt in deze decembermaanden. Wat is er nou meer kerst dan een album van Taylor Swift? Kijk, ze hebben het getweet. Het Midnight Eastern Time. Ik weet niet wat Eastern Time is. Maar goed, reken maar dat ik opblijf totdat hij uitkomt. Dit vind ik echt heel vet. 3 albums in een jaar tijd, dat is toch echt fucking ziek. Ik vond Lover leuk. Vond Folklore nog leuker. Ik ben heel benieuwd naar dit album. Het heet Evermore. Mooie titel. Ik ben benieuwd. Daphne weet dit nog niet. Raad eens. Wat moet ik doen? Ja, nee, ga je nooit raden. In welke richting moet ik denken? Ik vind het wel leuk om iets te raden. Muziek. Je hebt Taylor Swift besteld. Nee, zit wel goed. Taylor Swift heeft een nieuw album. Taylor Swift komt vanavond met een nieuw album. Cool. Vet, hè? Ja, leuk. Ja, ja, je zat echt in één keer goed. Maar je reageert wel ietsjes rustiger op dan ik. Oh ja, maar jij bent ook echt wel meer fan dan ik. Cool toch? 3 albums in een jaar. Ja. Heel apart. Nou, even heel snel. Oh, het is al te laat. Jammer. Het uploaden ging zo snel dat ik gewoon niet eens mijn camera kon pakken om het te filmen. Het was letterlijk in 30 seconden geüpload. Terwijl als ik het met mijn film had gemaakt, was het zo'n groot bestand. Zei ik het nou goed? Zei ik met mijn telefoon of zei ik met mijn film? Oh, dat zijn dus die hersenen van mij. Ik bedoel dus met mijn telefoon. Dan zijn de bestanden dus zo groot, 15 gigabyte of zo, dat het echt een half uur duurt voordat het geüpload is. En dan moet het nog verwerken. Oké, ik zoom even per ongeluk in. Maar nu was het dus echt in 20 seconden geüpload. Het is onvoorstelbaar. Wat doe jij? Een poging tot een cashcat maken. Een poging? Ja. Lukt het? Ja, op zich wel. Kun je iets uitleggen wat je doet? Een lino snijden. Dit is Leonea. Dan zet je een spiegelbeeld aan het op en dan doe je met dit mesje. Snij je alles wat je wit wil hebben weg. En dan De rest wat blauwer. Ja, of een ander kleurtje wat je ook vindt. Ik denk dat de meeste mensen dat op school hebben gehad bij handvaardigheid. Ja. Maar jij gaat proberen om je cashcat te maken, hè? Ja, jij bent niet enthousiast, dus het is even... Ik vind het wel... Of het ook doorgaat. Ik denk dat het wel leuk kan worden, maar als ik zo deze tekening zie wat je nu hebt gemaakt, ja, dan ben ik nog niet veel te enthousiast. Je vindt dit en dit en dit wel leuk, maar je vindt dit niet mooi. Ja, dit is een vet lelijk getekend. Ja, ik vind het niet zo heel mooi. Ik vind Adi wel leuk, maar ik vind Booba niet zo mooi. Oké, ik vind ze allebei nog niet zo fantastisch. Ik vond die boom ook niet zo geweldig, maar nu je hem hebt uitgesneden, vind ik hem wel leuk. Dus misschien dat als je die uitsnijdt, dat het wel leuk wordt. Als je het trouwens een beetje op en je in de tafel snijdt. In de tafel? Nou, ik dacht dat je ging zeggen mijn hand. Oh, nee, ja, die tafel is wel belangrijk, joh. Stel nou dat het helemaal leuk is, dan kunnen we wel eentje opsturen voor je kijkertjes. Oh, ik weet niet of iemand dat wil. Ja, weet ik ook niet. Is het daar dan op te wachten? Ja. Een zelfgeknutseld ding van Daphne. Nou, laat het vooral in de comments even weten als je een kerstkaart wilt van ons. Die Daphne zelf gemaakt heeft. 1. 1? Ja, dat is leuk. Ach nee, laat maar 6 vragen of iemand er interesse heeft. Dan kunnen we daar nog wel eens nadenken over een prijsvraag. We kunnen er ook naar iedereen zitten. Nou, ik denk dat niemand erop zit te wachten. Kijk, en hier ging het dus bij mij altijd mis op de middelbare school. Want wat kras je nou weg en wat laat je staan? Dat is echt zo'n hoofdbreker. Eigenlijk klopt het nu al niet helemaal. Wat dan? Hier worden de lampjes dan zwart, maar hier moet je ze uithalen. En hier moet je, weet ik niet. Maar is dat erg als je ze hier niet doet en daar wel? Gaan ze dus over van wit naar zwart? Nee, volgens mij is dat niet erg. En anders moet je straks helemaal opnieuw beginnen. Hey! Vind je het leuk om te doen? Jawel, op een gegeven moment is het echt zo'n karweitje, weet je wel. Oh ja. Dit is wel weer leuk. Vond het op de middelbare school ook wel leuk eigenlijk. Het moet niet te groot zijn. Ik heb ook wel eens hele platen gedaan. Hummerrek. We hebben ons tweede kerstkaartje gekregen. Oh, die zit helemaal dichtgeplakt aan het plakband, joh. Dat is je oma, denk ik. Volgens mij staat die mijn oma's handschrift, hoor. Ja. Nou, we gaan kijken. Oh. Ja, dat is echt niet handig met plakband. Jezus. Wat grappig. Wouter en Daphne, we wensen jullie een voorspoedig 2021 helemaal een Else Bosberger. Ah. Onze buren. Ja, inderdaad. Nu ik dat gouden handschrift zie. Dat zijn onze buren. Die maken elk jaar zelf een kerstkaartje. Heel schattig. Oh, dit is zo handig. Kijk die focus.
Dikke lol. Ja, dit is echt heel grappig. Leuk! En we hebben tegenwoordig een kastje waar die op kan staan. Tadaa! Tijd voor het echte werk. Je doet dit nou even met verf omdat we geen inkt hebben, toch? Ja, normaal moet je daar speciale Lino inkt of... Maar kan het wel met verf? Ja. Oh, wel grappig. Waar heb je de tekening liggen? Even laten zien. Kijk, ziet er best wel leuk uit hoor. Ja? Ja, ik denk dat het wel leuk wordt. Daphne is nou een kleur aan het mengen om de goede blauw te krijgen. Zo, ik denk dat dit wel leuk is. Oké. Okay. Kom je ook even kijken? Oh, nee, nee, oh, oké, okay, hop. Ja, sorry hoor, jeetje, god. Ondertussen doe ik even het eten in de oven. We eten de restjes, wou ik zeggen. Maar het zijn niet de restjes, want we hebben gewoon expres voor 2 dagen gekookt. Maar we eten dus hetzelfde dat we gisteren hadden. Eigenlijk zouden we vandaag iets anders eten. Zouden we dit morgen eten? Ik ga er even zo bij zetten, dat is wat makkelijker. We hebben allebei niet heel veel zin om te koken. Dus we pleuren dit gewoon in de magnetron. Oven. Wauw. We hebben dan eerst een magnetron. En dan maken we dat andere morgen. Of we kopen pizza. We zien wel. Nou, je hebt 20 minuten de tijd. Zet hem op. Oh ja, komt goed. Het is nu al chaos. Ja, je hebt er wel een behoorlijke zooi van gemaakt inderdaad. Goed, hè? Ah, heel goed. Ja, je hebt er een roller bij gepakt, zie ik. Ja, want als ik met een kwast doe, dan gaat het denk ik helemaal in die dingen, maar dat willen we niet. Oh, dat willen we niet. Nee, dat willen we niet. Klinkt wel lekker. Ziet er niet uit. Oké, we gaan het zien. Komt-ie. Ja? Mm-hmm. Jammer geheel. Ik ben benieuwd. Dat het heel lelijk is. Ja, jij kan er weinig van brouwen. Ja. De volgende. Ja, dat lijkt er al meer op. Is niet goed, hè? Heel boeba verdwijnt gewoon. Oh. Nou, wij gaan hier nog even experimenteren. Mocht er iets zinnigs uitkomen, dan laten we het jullie natuurlijk weten. Nou, aloe vera werkt hier wel mee. Nee. Ja, jullie staan op dit moment op een aloe vera plant. Ideaal is het niet. Jullie staan een beetje schuin. Maar het moet maar even. Ik denk dat wij tot de conclusie zijn gekomen dat deze... Afgeschreven is. Het is niet zo heel mooi geworden. Heb je hem niet op school? Het is al niet wat, maar zo al helemaal niet. Ja, zo. Nee, je ziet er dus helemaal niks van. Nee, je kunt er weinig uit wijs worden, dus onze conclusie is dat hij is mislukt. Nou, wou ik Daphne al bijna opgeven. Hoe bouwen ze op te rammelen? Kom eens. Nee, ja, dat is beter. Daphne wou... Ik heb een kersttrui aan. Oh, maar goed, ja. Dat zijn dingen voor morgen. Daphne die wou al bijna opgeven, dat ik echt dacht, wie ben jij, waar is Daphne? Maar ik heb Daphne weten overtuigd dat ze het morgen nog een keertje moet proberen. Want jij vond het juist nou zo leuk. Ja, ik was ook echt heel blij met het idee, maar het is zo lelijk dat ik denk, nou, volgens mij was het gewoon niet wat. Volgens mij moet je het gewoon nog een kans geven om het dan ietsjes groter maken. Ik denk dat de figuurtjes nou namelijk gewoon net iets te klein zijn, waardoor je, kijk, dit moet een kat voorstellen en dit moet een hond, Booba en Annie. Dat zie je gewoon niet, omdat het gewoon zo klein is uitgeschraapt. Dat zie je gewoon niet. Je moet het gewoon groot maken, ik denk dat het dan wel mooi is. Ja, gaan we proberen. Ja. Wij gaan nu Virgin River kijken, daar zijn we gisteren mee begonnen. Super kansloze serie. Echt? Ik weet het nog niet, ik vind het op zich wel een chille serie. Ik heb het juist opgezet voor jou. Ik hou hier wel van, maar het is zo fout. Ik weet nog niet of het echt zo fout is. Ik vind het geen goede serie, hoor. Ja, het staat dus in de top 10 van best bekeken series in Nederland, geloof ik. Dus ik denk dat het moet toch wel ergens leuk zijn. Ik snap er niks van dat dat zo goed bekeken wordt. We zijn nu bij aflevering 2. Misschien wordt het nog beter. We wisten niet eens meer dat we dit keken. We zeiden, zullen we een serie kijken? Kijken we nog wat? Oh ja, dat keken we. Ja. Nou, als het een goede serie is, dan heb je dat niet hoor. Ik heb ergens hoop dat het beter wordt. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Geef hem dan een duimpje omhoog. En je zou mij ook helpen als je deze video deelt met mensen die je kent. Dat kan via WhatsApp, via Twitter, via Facebook, via Instagram. Maakt niet uit. Maar als je mij wilt helpen, deel hem dan. En dan zie ik jullie morgen weer voor een nieuwe vlogmis. Doei!